Ik ben Edwin van Laar, getrouwd met Angelique, vader van Max en ik woon in Purmerend. Ik fotografeer heel graag oude panden, urbex heet dat, urban exploring. En dat is eigenlijk de kunst om panden die leeg staan en in verval zijn vast te leggen. Mijn urban exploring hoogtepunt was mijn reis naar Tsjernobyl in mei van dit jaar. Ik ben 4 dagen in Kiev geweest en 1 dag in Tsjernobyl geweest. En daar rond mogen lopen in het gebied wat 30 jaar geleden is verwoest na een kernramp. Ik heb de Lassie meegenomen naar Kiev en Tsjernobyl. Ik heb hem daar meegenomen om ter plaatse backups te maken van mijn foto's. En in Tsjernobyl zelf tijdens een pauze de Lassie aangesloten en al mijn foto's op de harddisk gezet. Nou, wat voor mij de Lassie heel erg waardevol heeft gemaakt is dat het ding gewoon onverwoestbaar is. Dus ik hoefde me geen zorgen meer te maken over of mijn foto's nog veilig mee thuis konden komen. En als je zo'n unieke reis maakt is dat natuurlijk wel heel erg belangrijk.